Welkom bij een nieuwe aflevering van Wak zeg wou. Vandaag met twee gasten. Mijn eerste gast is Juliette Kaasjager en zij gaat vrijwilligerswerk doen in Malawi, Afrika. Welkom Juliette. Dank u. Zomervakantie. Ja. Normaal zou je zeggen, hè, je bent 22 jaar, komt uit een bos. Ik ga lekker naar Spanje of Creta, maar jij gaat iets heel anders doen. Wat ga je precies doen? Klopt. Ik heb ervoor gekozen om dit jaar in de zomer vrijwilligerswerk te gaan doen in Afrika. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd al gewild had. En omdat ik nu klaar ben met studie, dacht ik, ja, waarom niet? Het moet er ooit van komen. Dus, Waar komt dat idee vandaan om vrijwilligerswerk te gaan doen in Afrika? Ja, nou ja, zoals ik zei, ik heb altijd al geroepen dat ik naar Afrika zou willen. Mm-hmm. Waarvoor weet ik ook niet precies, maar via een vriendin van mij kwam ik uiteindelijk terecht bij BIMOR. Dat is een organisatie die vrijwilligerswerk regelt in Afrika eigenlijk. Ja. En ja, zodoende is het baltje gaan rollen en heb ik hiervoor gekozen. Mm-hmm. Je hebt dan natuurlijk tal van projecten. Yes. En welk project ga jij doen? Ik ga naar JODEP. JODEP staat voor Youth Development and Productivity. En het brengt tieners samen in de community, in de samenleving. En door middel van sport en spel gaan ze dan samen dingen doen en leren ze individuele talenten ontwikkelen. En het helpt ook de ouderen en de kwetsbare mensen in de samenleving. En daarnaast geeft het project ook voorlichting over HIV en AIDS. En verspreiden ze testen gratis. Mm-hmm. Dus je gaat daar echt naar een dorp toe om mensen te helpen, zeg maar. Er zit ook een inzamelingsactie aan vast, begrijp ik. Ja, klopt. Wat houdt die in? Ik ben bezig met schrijfwaren te verzamelen. Dat kan eigenlijk van alles zijn, van pennen tot highlights, correctieproducten. En als ik die verzamel, doe ik via de organisatie TerraCycle. Kan ik het daar allemaal naar opsturen en dan doneren zij 2 cent per schrijfware aan BIMOR. En dan gaat dat uiteindelijk naar mijn project. 2 cent is niet zoveel natuurlijk, dan moet je heel veel bij elkaar krijgen. Is daarnaast nog iets anders, dat mensen kunnen doneren of iets dergelijks? Ja, mensen kunnen ook doneren. En op mijn website daar staat verder ook allemaal gegevens. En, kunnen mensen losse donaties doen. Okay. En het is inderdaad niet veel, maar Malawi is een heel arm land. Mm-hmm. En alle kleine beetjes helpen. Dus met wat het geld dat wij hier al, waar wij boodschap van doen, bij wijze van spreken, kun je daar al heel veel mee bereiken. Ja, en je gaat dan 4 weken naar Malawi. Ja. Je inzetten voor projecten. Weet je al welke projecten dat je gaat doen of die er nodig zijn op dit moment? Ik zit vooral bij JODEP en het is natuurlijk nog maar de vraag wat ik daar precies ga doen. Dat is elke keer verschillend. Het kan zijn dat vrijwilligers die voor mij er zijn, nu bezig zijn met het bouwen van een schooltje of een bakkerij. Ja. En dat wij dat werk gaan afmaken, want dat is natuurlijk niet in 4 weken klaar. En daarnaast kunnen wij ook van ons eigen verzamelde geld, van onze donaties, projectjes opzetten in overleg met de projectcoördinator. En kunnen wij daar een begin mee maken en kunnen mensen na ons het weer af gaan maken. Oké, want je zit daar niet alleen, neem ik aan, je gaat met meerdere mensen. Ja, met 5 andere meiden. Okay, en diezelfde, eigenlijk allemaal dezelfde passie delen, in elk geval hetzelfde willen gaan doen daar. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Waar komt dat vandaan? Is dat iets wat in één keer ontstaat of ben je daar al jaren mee bezig om zoiets te doen? Nee, het is eigenlijk heb ik het vrij snel besloten en zoals ik zei, als ik dan eenmaal ga zoeken op internet en informatie ga inwinnen, op een gegeven moment dan doe je het gewoon en beslis je het, boek je ticket en gaat het door. Ja, heel spannend allemaal. Mensen kunnen je ook volgen via de website. Je gaat gewoon dagelijks bijhouden wat je ervaringen daar zijn. Ja, dat is nog de vraag, want ik kan daar niet. De internetvoorziening zijn natuurlijk niet goed en het is maar de vraag of je internet hebt. Daarnaast moet ik ook een uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp. Dus het zal een paar keer per week zijn ongeveer. Okay, maar in ieder geval hou ik inderdaad iedereen op de hoogte van wat er met het geld gebeurt en wat mijn bezigheden daar zullen zijn. Ja, want wanneer vertrek je? 14 juli. 14 juli, oké. Okay. En dan blijf je 4 weken? Ja. Dan kom je terug en ga je dan weer een opleiding volgen? Of wat ga je dan verder doen? Ik ga er wel 6 weken naartoe. Mm-hmm. 4 weken dus per vrijwilligerswerk. En daarna ga ik nog 2 weken backpacken met 3 andere meiden. Ja, je bent er dan toch. Ja, tuurlijk. Dus daarom. En ik zit nu wel in een opleiding. Ik doe nu mijn master bedrijfskunde. En ik heb er bewust voor gekozen om die 2 jaren te doen. Normaal staat er 1 jaar voor. Maar dus daarom kon dit nu ook dit jaar. En ga ik dus na de zomer weer verder met mijn studie. Juliette, mensen kunnen ook nog steeds pennen, stiften doneren of een bijdrage storten. Daarvoor kan je nou even nog een oproep doen. Ga je gang.
Oké. Nou, heeft u nog een oude pennendoos, oude schrijfwaren, stiften die uitgedrukt zijn? Maakt niet uit. U kunt het allemaal inleveren, naar me toesturen. Ik ben er heel erg blij mee. Voor meer informatie kun je terecht op mijn website. En daarnaast kunt u het project ook nog direct steunen door een donatie te doen op het volgende nummer. Zie onderstaand. Bedankt. Mijn tweede gast is Bert Henkelman. Hij is van Markt Evenementen Promotie Den Bosch. De organisatie die het Levenslied in Den Bosch organiseert op 7 en 8 juli. En met hem ga ik dus even praten. Bert, welkom. Goedemiddag. 7 en 8 juli, festival van het Levenslied in Den Bosch. De hoeveelste keer wordt dat festival gehouden? In feite is het de 20ste keer. De eerste 5 jaar hebben wij het in samenwerking met het Festival van het Levenslied in Tilburg georganiseerd. Dat is het begonnen. Daarna zijn we zelfstandig geworden. Mm-hmm. En nu zelfstandig organiseren we het 15 jaar. Ja, 15 jaar, dat is een hele tijd. Dat is een hele tijd, ja. Hoe is het eigenlijk in de loop van de jaren een beetje opgebouwd? Wat is een beetje de bedoeling achter het festival? Nou, ik vind, kijk, op het moment dat je in Den Bosch promoot om goede, volwaardige evenementen te organiseren, zoals daar de boulevard zijn, zoals daar Jazz in Duktown is, vind ik dat je voor alle geledingen van de bevolking in Den Bosch en de regio evenementen moet organiseren. En daar misten we dus een festival van het Levenslied dat op een totaal andere doelgroep mikt dan bijvoorbeeld Jazz in Duktown op de boulevard. Dat misten we. En dat is een gat in de markt wat wij opgepakt hebben. Mm-hmm. Dus alweer voor de 15e keer. Dus je kunt zeggen dat het een succes is. Dat kun je wel zeggen, ja. Er zijn al heel wat namen geweest in de loop der jaren. En als we het programma een beetje deze keer doorkijken, wat kunnen de mensen verwachten dit jaar? Nou, we hebben een hele mooie line-up van mensen die komende zijn. Die zijn gearrangeerd via ELNB-producties van Gert-Jan Dekkers. Dat zijn de startende, beginnende artiesten, om een naam te noemen, het woonwagenduo. Janske en Jacques van Raamsdonk. Een William Burg, die zitten in die groep. Dan hebben we een groep artiesten die dus via Jan Dirk Vis, van Jan Vis Artiestenbureau gearrangeerd zijn. Ja. En om daar een aantal namen uit te noemen, op zaterdag staan daar onder andere een Alex en een Django Wagner op het podium bij ons. En op zondagmiddag hebben we een Arnold Hofmans, mm-hmm, een Henk Benaar en natuurlijk als afsluiter onze eigen Jannes uit het noorden. Dat is heel bijzonder, heb ik begrepen. Want ja, Jannes is voor het eerst eigenlijk onder de rivieren. En ik heb begrepen dat hij eigenlijk nooit op zondag optreedt. Ja, dat is heel sterk. Hoe heb je hem zover kunnen krijgen? Wat je hebt is dat als je over al die jaren het Levenslied organiseert en je probeert toch elke keer weer iets nieuws te brengen. Ja. En je hebt al een Jan Smit gehad en een Nikke Simon en Corrie Konings en Marianne Weber en Frans Duits. Dan wordt op een gegeven moment in de grote namen, betaalbare grote namen, wordt het lastig. Ja, want ze vragen steeds meer, dan wordt de spoeling wat dunner, dus dan ga je verder kijken. En voor zo'n topartiest trek je tussen de 6.000 en 10.000 euro uit, dat mag die kosten. Mm-hmm. Dan ga je verder zoeken en toen hebben we eigenlijk iemand die in mijn ogen een van de meest ondergewaardeerde Nederlandstalige artiesten is. En dat is Jannes. Hij is niet voor niks de koning van de piraten. Hij heeft een grotere cd-verkoop als Marianne Weber en Frans Duits bij elkaar. Okay. En toen zijn we hem gaan benaderen. Wij wisten van het probleem van die zondag af. Maar omdat dit zijn eerste optreden is op een groot festival beneden de rivieren. Overigens een festival, mm-hmm, wat gratis toegankelijk is. Dat komt ook niet vaak voor. Heeft hij meteen gezegd, daar maak ik een uitzondering voor. En hij staat op zondag 8 juli bij ons op de markt. En daar ben ik heel blij mee. Nou zeker. Hij is de afsluitende act. De afsluitende act op zondag. Verder heb je ook een onderdeel bij Typisch Talent. Ja, dat is heel waarbij leuk. Regionaal talent zich kan presenteren. Er zijn al wat voorrondes geweest. Kun je daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk moeten we even terug naar het ontstaan van Typisch Talent. In de beginjaren van het Levenslied hebben wij met 2 podia gewerkt. Helaas hebben wij daar vanwege geluidstechnische problemen, mm-hmm, overstemming van de 2 podia en nadere eisen van de gemeente, hebben we het tweede podium moeten laten vallen. Okay, op dat tweede podium hadden we toen een hele goede presentator, Hans de Voort. En organiseerde en presenteerde daar een soort van typisch talent, een leuke stuif in van aankomende mensen die dachten dat ze konden zingen. Ja. En die ook veel die konden, mm-hmm, zingen. En er kwam dan een winnaar uit en die mocht dan het jaar erop op het hoofdpodium, op het grote mainstream podium, mocht hij het festival openen. Ja. Nou, dat is helemaal uitgegroeid. Inmiddels, omdat we geen tweede podium meer kunnen organiseren, mm-hmm, en op één podium zitten, hebben we gezegd, dat doen we voorrondes, dat doen we nu een aantal jaren. We
We hebben nu 2 voorrondes gehad, 14 mensen. 6 ja. mensen zijn eruit geselecteerd. Okay, door ja. een jury van onder andere Jan Dirk Vis en Adrie van den Berg. En die gaan nu strijden op zondagmiddag voor de winnaar Typisch Talent 2012. Okay, dat is ja. wel heel anders dan dat ze gewend zijn. Want die mensen zijn, die treden wel op af en toe. Maar dan is het voor familie of familiefeestjes ja, ja. of bekend. En nu staan ze op zondagmiddag, als het net zo druk is als vorig jaar, voor een kleine 7.000-8.000 mensen in één keer op zo'n podium op die markt te zingen. Ja, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Dat is wel ja. leuk. Ja, ja. Er komt dus 1 winnaar uit. Ja, heel leuk. We hebben dit jaar natuurlijk de winnaar opent ja. weer. Net zoals Tim Remy, die heeft vorig jaar gewonnen, opent dit ja. jaar het evenement. De winnaar gaat volgend jaar op zaterdagavond het evenement, het festival, openen. Maar wat heel leuk is, is dat we in samenwerking met Berg Music hebben we gerealiseerd dat de winnaar in de gelegenheid wordt gesteld om een single-cd op te nemen die een nationale digitale release krijgt onder het Zebra-label van Berk. Okay, en dat is natuurlijk ja. voor een aankomend ja, aanstormend talent heeft hij meteen een heleboel exposure, ook landelijk. Ja. Zit daar talent bij? Er zitten ja. een aantal sterretjes bij. Okay. En het hele leuke is, ja. is dat we hebben een aantal meisjes die zijn zangtechnisch ontzettend goed, tot op de noot zuiver. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook een ouder iemand bij. Nico Dame heet die. En dat is een echte levensliedzanger. En die brengt dat vol overgave. En die zong bijvoorbeeld in de beslissende ronde op de tweede voorronde. Daar moeten ze 2 keer komen. Deed hij een gouden greep. Want hij zong Blijf bij mij van Jan Verhoef. En was echt uit het hart gebracht. Ja. Nou, iedereen zat te huilen bijna. Okay. Zo ja. overtuigend. Ja. Dus je hebt een heel divers deelnemersveld ja. heb je daarin. Ook, dat is natuurlijk wel leuk. Dat is ontzettend leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd dit jaar wie er met die hoofdprijs vandoor gaat. Nou, heel spannend in elk geval. Het is in elk geval 7 en 8 juli. Op de Markt in Den Bosch. Op de Markt in Den Bosch. Tijden? De aanvang? Op zaterdagavond beginnen we 8:45, 9:00. Zodra het geluid en het podium klaar is. Mm-hmm. Hè, want we hebben overdag een grote warenmarkt. Om 7:00 wordt het trein vrijgegeven. En om 9:00 willen we aanvangen. Ja. In 2 uur tijd wordt het hele evenement opgebouwd. Dat is behoorlijk stressvol. Dan draaien we door tot 1:00 s'nachts. Hè? Dat is ja. de maximale ja. grens die de gemeente stelt voor geluid maken. Mm-hmm. En op zondagmiddag beginnen we om 1:00 tot 8:30, 9:00. Dat loopt ja. altijd uit. Bert, bedankt voor dit gesprek. Veel succes en plezier met het festival. Dank u wel. Dit was Wak Zeggen Wou voor deze keer. Wellicht tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Houdoe.